Hallo dames en heren, Gerrit en Tim gaan vanavond vissen op Karper. Ik ga zo even een camera bij hem brengen en ik hoop dat jullie deze video leuk gaan vinden. Ik ga nu naar Gerrit en Tim toe, even een camera brengen en dan zie ik jullie zo. Vissen op het kanaal. Hier en daarbij gebruik ik dit onderlijntje. Hij is redelijk kort. Met hier een lijnenlijner van Strategy. En dit onderlijnmateriaal is van PB Products. En het haakje is haakmaat 4, of haakmaat 6 was geloof ik, van Piet Vogel. Met daar een ringringetje op van Piet Vogel. En ja, dat moet doen. En qua aas gebruik ik deze pop-ups. Gesoopt in een bait smoke van RBG. En dan heb ik hier in deze emmer zit nog mijn boilies, zijn sherry. Redelijk zoete boilie, want ja, het is bijna voorjaar. En ja, we hebben niet te veel gevoerd ook. Dat is niet echt, ja, dat moet je gewoon niet doen in de winter. Wel voorgevoerd, het is op een kanaal. Dus ik hoop dat we vangen. De eerste vis is er. Blazen. Het is, hoe laat is het jongens? Net 9 uur. Weet je nog niet wat het is? Of Brasem of Karper, maar ik denk Brasem, ja. Een lap. Jawel. Dat gat is een broek. Gewoon proberen in het water te onthaken. Ja. Dan word je net weer vies. Tof dat jullie hebben gekeken naar deze video. We hebben helaas niks gevangen. Eén brasem. Maar ik vond het zonde om hem niet te uploaden. Als jullie deze video leuk vonden, doe dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op het kanaal hier beneden. En dan zeg ik tot de volgende keer.